We moeten allemaal langer doorwerken en gaan dus later met pensioen. Maar, en dat is opvallend, hoogopgeleiden stoppen eerder met werken dan laagopgeleiden. Tot 2006 stopten hoger en lager opgeleiden nog rond dezelfde leeftijd met werken. Zo rond de 62 jaar. Maar in 2006 beginnen de verschillen. Aan deze lijn zie je dat hoger opgeleiden gemiddeld iets voor hun 64ste met pensioen gaan. Maar voor laagopgeleiden, die andere lijn in beeld, ligt die pensioenleeftijd hoger, op iets boven de 65 jaar. Zij werken dus ruim een jaar langer door. Dat is niet wat je zou verwachten. Laagopgeleiden voeren vaak de zwaarste beroepen uit en je zou dus denken dat ze ook eerder met pensioen gaan. Hoe komt het dan dat juist zij tot hun 65ste moeten doorwerken? Wij vroegen het onderzoeker Raymond Montis aan van de Universiteit Maastricht. Dat heeft te maken met dat lager opgeleiden doorgaans minder pensioen opbouwen dan hoger opgeleiden. En daardoor dus ook veel meer afhankelijk zijn van de AOW-leeftijd. En doordat de AOW-leeftijd opschuift, schrijft ook hun pensioen harder op dan van hoger opgeleiden. De vraag is of dat verschil in pensioenleeftijd wenselijk is. Hoger opgeleiden zijn doorgaans productiever en hebben een hogere levensverwachting dan lager opgeleiden. En dat zie je hier in de cijfers over de gezonde leeftijdsverwachting. Dat is de leeftijd waarop mensen gemiddeld gezondheidsklachten krijgen. Die ligt lager voor laag opgeleiden dan voor hoog opgeleiden. Voor het lager onderwijs op 61 jaar en voor VMBO op 68 jaar. Voor mensen met een HBO of universitaire achtergrond ligt die op 77 jaar. Eerlijk, daarbij moet wel twee dingen gezegd worden. Het is in zoverre oneerlijk als het inderdaad gerelateerd is aan de zwaarte van het beroep wat ze doen. Daarnaast zien we ook dat lager opgeleide doorgaans een veel minder gezonde lifestyle hebben. Er wordt meer gerookt, er is een hogere alcoholconsumptie en dergelijke. Dus het is ook een heel gevoelig onderwerp om te kijken, kunnen we daar wat aan doen? Maar in ieder geval bijvoorbeeld lifestyle effecten spelen een belangrijke rol. Een ander punt is natuurlijk van kijken hoe je binnen de zware beroepen die we hebben, wat voor hulpmiddelen daarin gezet kunnen worden om het lange doorwerken eigenlijk draaglijker te maken.